Welkom, dit is het COVID-19 journaal. Het kan niet voldoende worden onderstreept dat bij een regelmatig eetpatroon met gezonde en uitgebalanceerde voeding ons lichaam zich beter kan weren tegen ongewenste indringers zoals het gevaarlijke coronavirus dat de wereld in een greep houdt. Eerder deze week had diëtiste Mariska Tayapin reeds wat tips met betrekking tot creatieve en effectieve voedingscombinaties met u gedeeld. Probeer zoveel als mogelijk de suikerrijke ingrediënten te minderen of als het even kan te vermijden en kies vooral niet te vaak voor gefrituurde hapjes of snacks. Houd het zo gezond mogelijk met verse groenten, fruit en bruin brood. Suiker tast als het ware ook ons immuunsysteem aan. We moeten onze suikers proberen te beperken. Daarnaast is het belangrijk dat je heel veel volkorenproducten probeert te gebruiken. Het woordje volkoren is niets anders dan dat die hele korrel wordt gebruikt, wordt gemalen als het ware. En dat daaruit bijvoorbeeld brood of pasta, bami wordt verkregen. Het betekent dus dat alle delen, alle lagen van zo'n korrel, met alle voordelen van alle vitamine en mineralen erin, zitten in je meel. En dat betekent dat het ook belangrijk is, hè, voor ons lichaam, om ons lichaam en ons immuunsysteem te boosten. Dus bijvoorbeeld meer ijzer, meer B-vitamine, meer tal van andere dingen, andere mineralen en vitamine. Wat ook belangrijk is, is dat als we ons bord opscheppen, dat zeker de helft van je bord uit groenten bestaat. En ik weet dat het is best wel moeilijk is. Soms is groente gewoon ontzettend duur. Maar alle soorten groenten kun je gebruiken. En het mooiste is als je dus een zak aarde haalt en zelf plant. Zelf je tomaten, zelf je gomawiri. Gomawiri zien we vaak zelfs als onkruid. Zelf je klaroen, je pompoen. Probeer zelf te planten. Dan is het ook allemaal veel goedkoper. In de groenten of vruchten bedoel ik... Er is altijd wel een buurvrouw met een manjaboom of met een kersenboom. Buren, help elkaar. Verkoop niet alles. Deel ook met de buurt. Twee vruchten hebben we zeker per dag nodig. Bakoven is niet zo duur. Roodborstjes en zo, dat is nu de tijd voor. Is niet zo duur. Pompelmoesen zie je overal. Nu, ananastijd, dat is wat prijziger. Dragonfruit, wat prijziger. Kersentijd kan je. Je kan zelf kersen plukken in de vriezer bewaren, zodat je heel veel vitamine C hebt. Dus heel veel fruit gebruiken, heel veel groenten gebruiken. Maar je kan ook fruit gebruiken in de plaats van suiker bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld voor de kinderen als snack een pannenkoek bakt. In plaats van suiker doe je er bakoven in en dan heb je ook een lekkere zoete pannenkoek. Dus als snacks kun je gebruiken fruit, maar je kan ook een lekkere smoothie maken bijvoorbeeld van yoghurt met fruit erin. Dan heb je ook meer eiwitten nodig. Je hebt meer eiwitten binnen. Je hebt ook meer calorieën binnen en het is zo gezond en kinderen vinden het ook heerlijk. Maar ook als volwassenen zijn smoothies goed. Een groente-fruit met yoghurt smoothie bijvoorbeeld. Er zijn mensen die geen dierlijke eiwitten willen. Nou, dan doe je het met sojamelk of met amandelmelk. Wel een beetje prijzig, maar het is een alternatief. Wel nu, u heeft alvast wat creatieve ideeën meegekregen om uw drank en voeding gezonder te bereiden. En zo dus meer bronnen van energie en eiwitten aan te boren voor je lichaam. En bovendien om je immuunsysteem te boosten. Ook in geval van een COVID-19 besmetting bent u er met gezonde voeding er een heel eind beter vanaf. In deze aflevering nog meer van diëtiste Mariska Tayapin. Klopt het dat Surinamers in deze coronatijd vaker naar fruit grijpen? Is het vraag- en aanbodverhaal ook hier van invloed op de prijs van fruit? Het COVID-19-journaal sprak fruitventers die veelal te zien zijn langs drukke verbindingswegen. Dit is mijn kobay van coronavirus, dit is zo'n probleem. Dit is mijn kobay toch? Jawel, toch wel. Ze moeten het wel kopen, want wat gaan ze eten dan? Mensen zeggen dat ze nu moeten letten op hun vitamine. Zie je dat ook bij die mensen die komen dat ze echt zoeken naar vruchten met vitamine? Ja, dat klopt. Vooral vruchten, groenten, dat koop ze wel veel hoor. En die dingen zien die staan. Vruchten heeft altijd vitamine en elke morgen een vrucht eten is gezond. Ja. En eigenlijk moet je een dag 200 gram groenten eten, is voldoende voor je om fit te zijn. Ja. Wel,
Asserine golek fa uane maar toch bek moeite zo je pakklanten dan bepaalde sani. Wat die dingen zijn ook veel geworden, maar wat wij kopen en wij verkopen. Dus toch wel zo koffie heb desma wan facita voor redelijk prijs. Dus zoveel mensen zeggen ja, ik ben aan dit en dat, man. Kijk nou, God heeft je handen en voeten gegeven om wat te doen. Om iets wat bij de handjes te doen, om te verkopen, om wat te verdienen. Maar als je thuis blijft zitten, niemand geeft je wat. Dus je gaat wel pinaren. Ja, ik heb 8 kinderen. Zonder een man, ik verzorg ze allemaal. Nou, we proberen zoveel mogelijk de regels na te leven. Social distancing, mondkapje op en altijd handen sanitizer. Dus ja, wat is voorgeschreven toch? Ja, heb je één patroon zo een beetje aangepast, want meer vitamine binnenhalen, zeggen ze. Hoe kijk je tegenaan? Nou, ik at al sowieso veel fruit, dus dat continueer ik. En ja, een beetje groente extra misschien erbij. We zijn al eenmaal aan het rangen, je ziet volk, dus wat moeten we doen? Hè? Je kan blijven voorlichten en zo is toch de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. En als je eigen verantwoordelijkheid neemt, dan sowieso er ook COVID uit. Maar als je, heb je een arkide regel, je hebt pet, moxie, dit, dat, die, dan asautang, en dan ga je eigenlijk nog meer, ik wil niet zeggen gedupeerd worden, maar ga je nog meer van dit soort regels krijgen, waardoor je eigenlijk beknot wordt. Mensen! Houdt u zich aan de regels, social distancing, niet te veel bij elkaar zitten, sanitize, namens God en ken uw verantwoordelijkheid. Wat je ook kunt doen, in plaats van altijd maar te snacken en gebakken gefrituurde producten aan de kinderen te geven of ook aan jezelf, probeer ook gewoon fruit als snack te gebruiken. Of een salad te maken van ingrediënten die jij zelf wel lekker vindt. Het kan rauwkost zijn, maar het kan ook gegrilde groenten zijn met wat uitgeplozen kip of wat bambamfilet of stukjes tahu. Probeer het zo gezond mogelijk te doen. En de suikershake al moeten we proberen te beperken. Dus ook de dranken die heel erg gezoet zijn, probeer meer water te gebruiken. En in je water kun je gember doen. Je kunt een marcousa uitlepelen in het water. Je kan lemmetje of citroen in het water doen. En het is overheerlijk. Het is lekker fris. Het stilt zelf een beetje je hongergevoelens, je trek. En ja, en het is nu erg warm en het is gewoon lekker fris. Het is heel belangrijk om genoeg energie tot je te nemen en genoeg calorieën, maar ook genoeg eiwitten. En zo heb je dierlijke eiwitten en je hebt plantaardige eiwitten. En dierlijke eiwitten zitten bijvoorbeeld in vis, in vlees, in kip, maar ook in ei, in kaas, in melk. Maar je hebt ook mensen die gewoon zeggen van, hey, ik wil geen dierlijke eiwitten, ik wil voornamelijk plantaardige eiwitten gebruiken. Die gebruiken soja, peciesoorten, oerdiep, pinda, noten, amandelen, maar ook witte bonen, bruine bonen. Ik zei ze net van mijn oerdiedaal, gugri. Dat is ook een heel gezond tussendoortje. En zo boost je ook je antioxidanten. En zo heb je ook meer vitamine en mineralen binnen. Trouwens, als je genoeg groenten eet, heb je ook veel vitamine K binnen. Vitamine K helpt bij bloedstolling. Maar ook kalium voor een goede spierwerking en extra vitamine C. Dit zijn allemaal methoden. En we hebben per dag ongeveer, als je bijvoorbeeld 1,70 meter bent, heb je ongeveer 70 gram eiwit nodig per dag. Hoe je het kunt indelen, daar kun je zeker een deskundige voor vragen. Maar dit is die preventieve fase. Dit is die fase waarbij we alles eraan moeten doen om ons immuunsysteem te boosten, om onszelf te verdedigen tegen het coronavirus en andere bacteriën. Maar je hebt natuurlijk, je doet je best. Je doet alles wat je kan, maar het kan dat je gewoon wel de uitslag krijgt dat je geïnfecteerd bent, dat je besmet bent met het coronavirus. En dan kan het dat je in thuisquarantaine bent, maar het kan ook dat je opgenomen wordt in een overheidsquarantaine faciliteit. Of dat je opgenomen wordt in het ziekenhuis als je symptomen hebt. Zorg ervoor dat je met je tas gaat. Zorg ervoor dat je je noten bij je hebt.
dat je extra fruit krijgt, dat je familie vraagt om yoghurt te brengen. Want de overheidsquarantaine, maar ook het ziekenhuis, zorgt voor een hele goede basisvoeding. Je krijgt 3 hoofdmaaltijden, heb ik begrepen. Maar voor de tussendoortjes, daar kan de familie voor zorgen. Daar kan jij zelf voor zorgen. Zorg ervoor dat je niet alleen maar lekkere gefrituurde, ik mis een lumpia, ik mis een kroket. Laat gezonde dingen aandragen, want je moet ook je weerstand weer boosten. Nu is het zo dat als je wordt opgenomen, dat vaak je weerstand verlaagd is. Dat je vaak kortademig bent. Dat je smaak en je reuk helemaal verlaagd is, verminderd is. En juist deze periode moet je als geïnfecteerde ontzettend veel eten. Genoeg eiwitten tot je nemen. Van alles, maar je lust het niet. Je weet zelf, als kijker naar het programma, dat je, als je ziek bent, wat wil je? Een beetje rooikoolsoep, water wil je drinken, maar je hebt geen eetlust. En je hebt juist zoveel nodig als je ziek bent. Dus ga door met je weerstand te boosten en zorg ervoor dat je gezonde dingen aandraagt. Maar dat je het ook in de vorm van bijvoorbeeld een smoothie neemt. Zo heb je extra calorieën, extra eiwitten binnen. Dat je het in de vorm van een krakti soepo neemt. Toch? Want als je geen eetlust hebt, zit je niet te wachten op een portie rijst met groenten en een stuk vlees. Wat wel helemaal gezond is voor jou op dat moment. Maar je bent al moe van het kouwen, want je hebt geen energie en je hebt geen zin om te eten. Terwijl je het nodig hebt. Maar als je een krachtige soep krijgt van de familie of van het ziekenhuis, dan gaat dat gemakkelijker. Het gaat gemakkelijker. En zo kan je dus ook puddingjes en dergelijke gebruiken. Gezonde voeding is alleen maar belangrijker geworden in deze COVID-19-periode. Zoals de cijfers en berichten er wereldwijd voor staan, blijft het coronavirus nog wild om zich heen grijpen. Het aantal doden in de wereld is al meer dan 800.000. Suriname is de 65 gepasseerd, helaas. Tot slot van deze 19e aflevering van het COVID-19-journaal wens ik u een goed weekend toe, thuis. Suriname is morgen, zaterdag 29 augustus, op slot. We zijn dan in total lockdown. Ook winkels, terrasjes en restaurants zijn gesloten. Reden genoeg om thuis te blijven, toch? Wees gehoorzaam alstublieft. Laten wij het niet moeilijker maken voor onze ordediensten, maar zeker ook niet voor ons zorgpersoneel in de ziekenhuizen. Ik reken op u. Let goed op uzelf en uw omgeving.